kerk onder de begraafplaats, precies. Waar zo van die grafstenen liggen zo. Daar zitten we vlak onder. Hé, hey, spinnenweppen. Die mag hier ook wel eens kasselen. Die mensen die dat hier had bouwt. Maar die mensen hebben precies ook geen eten gehad hier. En welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Ja, we zijn de vorige keer hier niet beland, maar ik was er juist ook aan het opnemen. En mijn opname sloeg tilt toen ik hier was, dus daarmee. Zoals in de boot gestapt, hè. Instap bedoel ik. We zullen eerst dat drie keer ontgrendelen. Wesley, I've got a plan. Break into the keep, kill every goddamn Nazi in there, set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village tavern. Holy shit. Whee! Plunge. Zachte landing. Hij gaat er even niet aan. Ik schiet iemand schiet allemaal. Ik schiet er gewoon maar op los. Voilà, dan kan ik hier opstappen. Wat doen we nou? Om die deur daar open te doen. Hè. Ik ga eerst al die mannetjes hier aan knallen. Wow, die shit. Granaten. Fuck. Yes. Oh ja, je bloedt nog. Ah. Oh, twee in één keer, zalig. Die hebben hier geen kans. Wat lachen. Om nou... Is ze. Woehoe. Ik heb mijn twee wapens pakken, hè. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe ik hier granaten smijt. Daar kan ik niet op schieten, hè, want dat vlieg ik mee in de lucht. Nou ja, ik moest die deur open doen. Dat was dat ik moest doen. Ik was even vergeten wat we moesten doen. Dus dat ik ook knepen pakken. Nee, hij is ook goed opgeschoten, denk ik. Ik bedoel wel op die bus, hè. Uw wapen, hè. Niet wat dat ik denk, wat dat jij denkt, hè. Oh, nee, shit. Daar in het water gesprongen. Woehoe! Deur gaat open. Daar heb je zelfs goed genoeg kogels. Nou, hier is onze boot. Oh shit! Oh, geen nat. Maar ja, met zo'n warm weer mag dat wel eens een keer, hè. In het water springen. Maar ja, ik weet niet hoe koud dat daar is, hè. Misschien is dat water bevrozen. Nee, want anders zou er ijs op liggen. Maar ja, dat water kan niet bevriezen, denk ik, want er zit zo'n... stroming in of niet? Oh nee, dat kan wel bevriezen. Op dat water kunnen schaatsen. Nee, als het vriest tenminste. Moesten we deze boot hebben. We stappen over op een andere boot. We zitten in de... En 700... 7650, en mij zeg je.
Gewoon eerst alles hier oppakken. Oh. Ik denk dat we hier het hendeltje openen. Zo. Lassen. Kunnen we hierin? Voilà. Boot terug op. Oh nee, shit. We moeten de signalisaties. Shit. Ding. Set. Plop. Proberen te. Ik heb een mes. Nee. Ah, dat valt niet. Kut. Deze wapen heb ik nodig. Voilà. Als je deze wapen schiet, dan hoorden ze u niet. Rijdt toch niet schieten. Dat is wel handig. Je moet wel zien dat je die ene keer raakt, hè. Dan hebben ze het wel door. Kunnen we rustig alle wapens oppakken, hè? Gaan we hier even in kijken. Koek, koek. Toch niks. Oh shit, daar staat ook nog iemand. Handig dat wapen. Terwijl zien dat we hier niemand tegen het lijf lopen. Hè. Oh, dat was juist op nippertje. Kunnen we die sleutel hier oppakken ze? Oh shit, dat wapen kunnen we niet oppakken. Oh nee, kut. Ze hebben me gezien. En ik weet niet hoe het komt. Komt dat? Ziet er echt eens op los. Hoe kun je geld bijna gezien hebben? Dat vraag ik me eens af. Verdomme. Eikels. Oh, yes. Het is iets in eigen woord. Ik kan eerst zien dat daar boven allemaal kleiden zijn, dat ik hier ergens niet kan. Oké, daarboven ligt nog niet. Grap, pak dat ik op. Anders zijn we er zoiets nog aan. Dan blijven we hier staan. Komt hier niemand van die hand daar. Hier. Oh jee. Draai in één keer. Hallo. Palassen. Ik hoef toch niet eerst te pukkissen. Ik dacht dat hij nodig was. Oh shit. Doe me daar, stop, was toch niemand boven? Ik zie allemaal wat boven. Die stond toch niemand in? Ik snap het niet, hè. Ja, sorry meneer, ik moest maar niet in mijn weg hangen. Zitten. Hangen. Ik moet er nog maar één bord van signalisatie alarmen. Ik snap nog altijd niet hoe dat ze me gezien hebben. Kut, we kunnen hier al niet in de kelder. Voilà ze. We hebben een bord van de signalisatie ding. Dan wordt die deur hier openen. Voilà ze. Zie wat hier te beleven valt. Moet je dit punt springen? Spommetje! Dat is toch lager dan ik dacht. Nee, kan ik dat wel precies terugpakken, hè? Voilà, zo. Voilà. Voilà. Holy shit. Holy shit. Die hond weer hier. Godverdomme. Dat die hond is... Wat dat wat dat er is? Holy shit. Nee. Oh. Hoef. Heb ik nu alles neergeknald? Ik hoop het, want er staat er iets op iemand net van mij. Dat zou het zijn. Hier, nog een wapen. Voilà. Nu hier in ze. Wow, we hebben al 150 van die dingetjes. Oh, ik moet hier in.
zie waar we uit komen, hè. Oh, met je. Ah, nee, shit. Maar Shanda, ik zag de landing doen. Ah. Dat is fris aan mijn kop. Dan kan ik hierin, hè. Ah, hier hoppen. En nu E. Voilà. Kunnen we hier naar boven. Holy shit. Spatische. Voilà. Die deur was niet gezien, ze. Hé, hey, waar zijn we nu beland? Hé, hey, precies een kerkhof. Precies zitten we onder de kerk. Kerk. Onder de begraafplaats, precies. Waar zo van die grafstenen liggen, zo. Daar zitten we vlak onder. Hé, hey, spinnenweppen. Buh. Die mag hier ook wel eens kasselen. Die mensen die dat hier uitbouwt. Maar die mensen hebben precies ook geen eten gehad hier. Niet bewegen. Ik beweeg wel. Voilà. Dat komt ervan. Want ons nog mannetje. Maar nu moeten we hierin. Hoe kunnen we hier naar in? Ah, zo. Hé, een mes. Zie nou dat hij hier niet prikt. Oh, dat is er nog iemand. Voilà, die is ook weer aan. Wat zijn we toch goed vandaag? Allee, wat gaat het toch goed vandaag, zal ik zeggen. Echt in zijn kont. Die kan even niet meer gaan zitten, denk ik. Och, nu in de trap. Waarom ga ik het moeilijk doen dat het ook gemakkelijk kan? Via die trap. Hmm. Oh shit. Zou je me hier gezien, hè? Voilà. Die hebben we met nummer gezien, hè. Kunnen we hierin? Nee, spinnenkoppen. Ik haat spinnenkoppen. Dat is zo appetant, hè. Dat werk ik ook altijd. Als ik echter een haar aan het opkussen ben. Ja, toen tuin aan ligt, tuin onderhoud, dus ja. Als ik er een haar aan het opkussen ben. Dan is dat ook altijd. Die spinnenwebben zo. En van mijn monitor moet ik hier altijd achter, hè. Achter een haag, hè. Dat zijn juist de ergste spinnenkoppen, hè. En ik let daar soms niet op. Ik let meer op vulletje dan aan die spinnenkoppen. Dus ja. Blijkbaar zit ik altijd de spinnen te koppen te eten. Dat smaakt niet, hè. En als dat daar zo'n vieze spinnen in zit, zo. Dan eten die mee op. Allee, ik kan ze meer pakken om te pakken, hè. Dan wil ik mijn avondeten, hè. Maar ik denk dat dat niet lekker gaat smaken. Spinnenkoppen. Spinnen, bedoel ik. Waar moet ik nu nog heen? Hm. We moesten... Ah, hier een trap. Die trap had ik juist niet gezien. Voilà, maar Shanna die zag. Op tijd. Of je had mij neergeknald. Holy shit. Daar wil ik toch niet naar beneden vallen. Ze zien hoe hoog dat we zitten. Maar het is wel handig als je zo een... Zo in een zwembad hadden dat zo ook. Zo van die springplanken zo. Als je hier vanaf springt. Dan moet je wel zien dat je goed mikt. Dat je met wat kop niet tegen de hout hier bot. Tegen de hout. Hoe noemt dat deze hier nu? Die een balk botst. Dat zou ook stoem zijn, hè. Jee. Is het... Ah, we hebben al van die drie dingetjes. Van die drie penseeltjes. Dat is goed, hè. Zullen we maar hier gaan, zeker? Zijn ik er niet terug aan het gaan? Wacht. Ja, hier stond die balk. Terug daar hier. Ah, hier. En langs hier. En mijn shell hebben die dingetjes hier bij hebben, hè. Voor omhoog te klimmen. Kan je niet verder? Haha, kan je niet fijn. Maar ook eens hoog. We zijn toch neergeknald. Och, ik zit hier achter. Hier zijn we er juist in gegaan. Hé. Hey. Straks dus. Gaan we hier met de lift, hè?
Die lift werkt niet. Oh, hu. Voilà, ze. Zoals in de boven van de lift gaan staan, ze. Maar in het echt zou ik dat toch niet doen, ze. Bovenop een lift gaan staan. Als hij dan ineens vertrekt, dan moet hij goed vasthouden, denk ik. Met al die kabels. Oh, hier, wacht. Ah, shit, ik had het verkeerde wapen. Kut. Slim. Ik heb mijn topper niet opgezet. Nee, niet meer, nee, sneller. Nee, ik ga hier naar beneden. Ik val hier naar beneden. Bommetje! Ja, ik moest niet doen. Want ik heb mijn ding is er niet op staan. Een wapen. En een topje van dat wapen voor neer te knallen dat ze dat niet horen. Oh, dat was precies aan het dansen. Maar waarom pakken we het nu niet? Oh, we pakken deze. Kom dat zien, jongens en meisjes. We gaan eens neergeknald worden. Gaat er nog iemand van die aan het op? Nu het. Dat is toch hier boven? Zit, er komt iemand omhoog. Boven! Fuck! Hier zit iemand, hè? Fuck man! Help mij dan toch! Voilà. Ik wil even niet staan, want dat zien ze me weer. We hebben een ene bot alarm dingen, hè. Oeh, oh shit, die zijn boven. Die zijn weer... Oh, moet ik ook zo springen? Precies niet. Woehoe, precies wel. Oh, die hebben een plonk op de biertonnen. Oh, wijntonnen. Of biervatten, ik weet niet wat dat is. Bier of wijn. Ik denk... biervaten, denk ik. Want wijnvaten zijn anders, denk ik. Hm, er moet nog iemand zitten, hè. Holy shit, daar. Dus. Oh, man. Dan moeten ze met een hele mop af. Holy shit, ik moet nog hier, dus. Want daar kwamen ze, dus. Yes. Holy moly. Fuck. Niet neerknallen. Voilà, ik knal jullie neer. Jij moet mij niet neerknallen, ik knal jullie wel neer. Hebben ze nu? Precies een kerk dat we in zitten. Voilà, ik ben... Boom! Gaan we hierin, hè? In de deur. Voilà. Maar op dit moment... Oh ja, ik heb een nieuw wapen. Met een verrekijker. Dus ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Laat altijd vast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende schiet of horror game. Dag!